Goedenavond iedereen. Welkom op dit webinar. Ik ben Stefanie, een van de oprichters van het Steunpunt Kinderepilepsie. Het Steunpunt Kinderepilepsie is een patiëntenorganisatie die zo'n kleine 3 jaar geleden werd opgericht. En wij luisteren naar, informeren en ondersteunen gezinnen waar er een kindje is met medicatieresistente epilepsie. Voor degenen die het nog niet zouden weten, het is vandaag Internationale Epilepsiedag. En het thema dit jaar is Epilepsy More Than Seizures. We zijn dan ook zeer blij dat we vanavond 2 sprekers in ons midden hebben om het te hebben over de vele andere zaken die bovenop de epilepsieaanvallen komen. We gaan van start met Adriaan Maas. Adriaan is papa van Robin, die 5 jaar is en aan epilepsie leidt. Adriaan getuigt over de weg die hij met zijn gezin reeds aflegde en welke moeilijkheden zij hierbij ondervinden. Vervolgens komt professor Dr. Anna Janssen aan het woord. En nu moet ik even op mijn speakbriefje kijken. Zij is kinderneuroloog en afdelingshoofd van de dienst kinderneurologie van het UZ Brussel en deeltijds onderzoeker bij het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek. Zij is daarnaast ook coördinator van de teamwerking voor tubereuze sclerose, een aandoening waarbij zowel epilepsie als neuropsychiatrische aandoeningen heel frequent voorkomen. Zij zal ons inleiden in de thematiek van de comorbiditeiten bij kinderepilepsie aan de hand van haar ervaring binnen het tubereuze sclerose project. Voor ik heel graag het woord geef aan Adriaan Maas, wil ik graag ook nog een aantal praktische zaken overlopen. Zoals gewoonlijk wordt dit webinar opgenomen en zal het ter beschikking worden gesteld enkele dagen tot soms wel een paar weken na dit webinar via onze social media website en ook via onze newsletter. Jullie kunnen vragen stellen tijdens dit webinar via de Q&A. Dus deze keer gaan we niet voor live vraagstelsessie, maar wel via de Q&A een knopje te vinden onderaan jullie scherm of bovenaan rechts, denk ik, als je op je gsm meevolgt. En aansluitend op de presentaties gaan we proberen in de mate van het mogelijke een groot aantal vragen te beantwoorden. Maar hou er rekening mee dat we geen individueel medisch advies geven, dus over een specifieke dossier van uw kindje. Jullie staan tijdens het volledige webinar op mute, dus enkel wij zijn te horen en te zien. Dan wil ik nu heel graag het woord geven aan Adriaan Maas. Goedenavond. Ik ben dus Adriaan, de papa van Robin. Toen Stefanie mij vroeg om mij om te getuigen over de ervaring die ik heb met Robin en zijn epilepsie, heb ik eventjes zelf persoonlijk getwijfeld of dat ik daar wel de juiste persoon voor was. Omdat ik vooral, ik vind het een zeer moeilijke thematiek, dit onderwerp, om te gaan aankaarten wat is nu het gevolg van zijn epilepsie, wat is nu zijn persoonlijke zijn karakter. Ik ga toch proberen om iets of wat te schetsen van wat het er juist aan de gang is met ons en met Robin. Robin is geboren in juli 2015 en in oktober 2015 heeft hij zijn eerste aanval gehad. Toen hebben we eigenlijk hadden we nog niet echt door wat het aan de gang was. Hij stopte gewoon met ademen, staarde we het niet. Heel vage beschrijving van symptomen die ook niet echt duidelijk waren bij dokters van wat er juist aan de gang was. We hebben daar dan ook niet verder in gegaan. We zijn dan kerst gaan vieren in Spanje in 2015, wanneer dat de ene aanval na de andere bleef zich voordoen. Dan zijn we naar het kinderziekenhuis gegaan in gelinkt is aan de universiteit in Malaga, waar dat hij verschillende aanvallen gedaan heeft. Wat is wat wil zeggen dat hij gewoon stopte met ademen. Ook zeer niet meer responsief, waardoor dat hij dat er daarin op die moment zeer paniekerig op gereageerd is geweest, maar nooit geen diagnose is vastgesteld. We zijn dan terug naar België gekomen en dan hebben wij in het UZ in Brussel, omdat die aanvallen maar bleven plaatsvinden, hebben
zijn we daar dan op consultatie gegaan. Ze hebben daar dan eigenlijk gewoon ook gebleven voor een week ter observatie. Maar dat bleek allemaal niks te zijn. Tot 2017 was het ook echt gewoon zo. Was er niks aan de hand. Robin groeide gewoon op. Was er gewoon een jongen van zijn leeftijd. Die al hetzelfde wat andere kinderen van zijn leefgroep in de crèche deden. Stapten op de normale leeftijd. Die eigenlijk gewoon alles normaal. Tot wanneer hij in november gewoon neerviel. Hij stopte terug met ademen. Werd helemaal blauw. Heeft minuten geduurd voordat hij weer bij bewustzijn kwam. Dan begint weer de bal aan het rollen gekomen, waardoor dat we dan ziek waren. Eerst in een lokaal ziekenhuis opgenomen, daar wisten ze er geen blijf mee. Dan zijn we naar het UZ in Brussel teruggegaan. Daar verschillende keren langs geweest, omdat weer al de symptomen waren zo vaag, zo onduidelijk, dat we totaal niemand wist hoe wat het aan de gang was. Was het flauwte, niemand wist het eigenlijk. Waardoor dat we dan het geluk hebben gehad dat hij na een EEG, wanneer hij had de EEG-sensors op zijn hoofd, en dan een aanval heeft gehad waarin het heel duidelijk was van ja, dit is een epileptische aanval. Dan zijn we opgenomen geweest in het ziekenhuis, hebben we eigenlijk bijna 2 maanden non-stop daar gebleven. verblijf in de spoed. Allerhande testen gedaan, verschillende soorten medicatie geprobeerd. Zeer, zeer moeilijk om iets of wat grip te krijgen op zijn situatie, tot het eigenlijk niet eigenlijk. Ik begon op het einde van mijn latijn te komen, waardoor ik dan ben gaan aandringen van ja, ik voelde nog aan, dit verbetert niet. En dan heb ik voorgesteld van, mogen we naar huis gaan, want ja, hier op ziekenhuis blijven, naar mijn gevoel hielp het niet. We zijn dan naar huis gegaan en verder gegaan met eigenlijk consultaties vanuit in het ziekenhuis, maar wel van thuis uit. Ik ben dan vrij het spoed 4 maanden thuis gebleven onder met een gemotiveerde tijdskrediet voor zorg voor zwaar ziek kind. Dat heb ik gedaan. Dan, na die 4 maanden ben ik dan halftime terug beginnen werken. Robin heeft tijdens die periode nog altijd de ene aanval naar de andere gedaan. En dat was zo'n brede van atonisch. hij heeft verschillende aanvallen gedaan tot ik ga ik even niet aan mijn woorden. Van dag 1 op dag 2 is eigenlijk Robin van volledig veranderd. Voor zijn aanvallen in november 2017 was hij eigenlijk gewoon perfect mee. Potjestraining woorden gebruiken, zelf al 2 zinswoorden gaan gebruiken. En dan na zijn aanvallen is hij totaal 1,5 jaar teruggegaan in tijd. Het was heel duidelijk dat opeens kon hij niet meer praten. Het was enkel gebrabbeld, er zat geen fut meer in hem. En dan begon de eerste vragen op bij mij van, ja, is dit nu de gevolgen van zijn medicatie of zijn dit de gevolgen van zijn epilepsie? Dat is die twijfel en die vraag is dat tot vandaag eigenlijk aanwezig is, omdat het... Robin is geen eigen tweeling en dus kan er ook niet wetenschappelijk bewezen worden wat de gevolgen zijn van zijn epilepsie en van zijn karakter zelf. Ik heb het daar persoonlijk zeer moeilijk mee om te kunnen gaan achterhalen van de medicatie die we hem geven, doet hij meer goed dan kwaad? Want dat kunnen we ook niet achterhalen. Het enige dat we weten is dat de aanvallen zelf krijgen nadeliger zijn dan de potentiële karakterwijziging die we hebben door de medicatie. Bij Robin is het zo dat hij bepaalt eigenlijk alles van ons dagplanning. Als het gaat over rustmomenten, dus zijn rustmomenten eigenlijk zijn de centrale keypoints in onze dag die bepalen wat we kunnen doen, waar we naartoe kunnen gaan, wat we eigenlijk kunnen
In alles zo, want van het moment dat Robin moe is, krijgt hij aanvallen. En als hij aanvallen krijgt, dan kunnen we helemaal niks meer doen. Dus om te vermijden dat we daaraan ten onder gaan, moeten we eigenlijk altijd rekening houden met zijn planning en niet met de onze. En dat is ook een hele grote, sterke wijziging geweest voor ons. Sinds een twaalftal maanden is hij relatief stabiel, buiten op een paar absences na en vermoedelijk aanvallen 's nachts. Zitten we relatief in een rustig moment. En dat zorgt ervoor dat we dan eigenlijk met een constant zwaard van Damocles boven ons hoofd zitten. Met een twijfel van wanneer gaat de volgende aanval gebeuren. Dan merken we ook aan zijn gedrag dat er bepaalde momenten zijn dat hij zeer... dat er echt gewoon wijzigingen zijn. En dan komt weer al de twijfel. Is het gewoon Robin die groter aan het worden is? Of is het Robin die weer aanvallen aan het krijgen is? Want als hij aanvallen krijgt, dan voel je dat al weken op voorhand aankomen. Robin is een hele uitbundige jongen die ook gewoon geen rem heeft op zijn impulsen. Kan geen risico's inschatten. Is zeer extreem in het uiten van zijn gevoelens, zowel in zijn up als in down. Maar hij probeert ook altijd zeer positief te zijn, met als gevolg dat als hij zelf down wordt, dan weet je dat er iets serieus aan de gang is met hem. Dit is ook zoiets van, zijn dit gevolgen van zijn epilepsie, zijn medicatie, zijn traject die hij heeft doorgemaakt? Ik vermoed wel dat het een combinatie van alles zal zijn. Hij leert zeer slecht uit zijn ervaringen, waardoor hij gewoon dezelfde fouten opnieuw en opnieuw zal maken. Hij is ook zeer snel moe en kan heel moeilijk worden in omgang als hij ook moe is. Dan roepen, tieren, slaan, gooien, krijgen we eigenlijk gewoon, zoals ik daarnet zei, geen rem op zijn impulsen. Het moeilijke daaraan is dat Robin een kind is die 5 jaar is, maar eigenlijk de mentale leeftijd soms is van een kind van 2 jaar, 2,5 jaar. En dat zorgt voor heel wat onbegrip bij mensen die eigenlijk een normale kleuter zien. Die denken van, ja, waarom gedraagt hij zich zo? Terwijl het er wel een hele grote historiek achter zit. En ik heb ook niet altijd te zien om te gaan uitleggen van, ja, nee, er is wel medische verklaring voor. En dan komt er nog eens bij als je dan probeert het uit te leggen dat mensen het moeten accepteren. En dat het niet is om aandacht te trekken. Wanneer hij in zijn zeer zware epileptische aanvallen terechtkomt, dan merk je ook een behoorlijk grote verandering van zijn karakter. Bepaalde dingen die echt Robin maken, verdwijnen dan. Dus zijn nieuwsgierigheid verdwijnt dan volledig. Niks echt interesseert hem buiten televisie kijken. Dat optimisme van hem verdwijnt dan ook. En dan vraag je soms af, ja, is dat omdat er te veel activiteit in zijn hoofd aan hangt? Of is het omdat we noodmedicatie moeten toedienen, waardoor hij daarop reageert? Die dat dan ook nog eens 3 tot 4 dagen na toedienen kan effect hebben. Zijn aanvallen gebeuren eigenlijk vooral 's nachts, waardoor de dag ook zwaar gehypothekeerd wordt, met alle voorgaande problematiek die ik daarnet al heb uitgelegd. Robin is vooral zeer luid en heel uitbundig. En zoals ik daarnet ook zei, is om gaan uit te leggen aan mensen rondom ons. Mensen die hem kennen weten dat, maar als je in de supermarkt krijgt, heb ik geregeld verkeerde blikken gekregen. Ik ben zelf al bijna uitgescholden geweest omdat Robin een aanval heeft gekregen en daardoor iemand zijn koffie heeft bijna gemorst in de keer. En dan, dat zijn de moeilijke momenten dat je niet kunt gaan uitleggen aan mensen van, kijk, dit is een epileptische aanval, want je bent eigenlijk voor de zorg van je kind bezig. Maar dat onbegrip is ja, begrijpelijk ook, want mensen weten niet wat er aan de gang is, maar het is een van de zeer, zeer moeilijke situaties voor mij. Robin heeft ook in alles ondersteuning nodig. Alles dat hij doet, alles dat hij naartoe gaat, alles waar hij in elke activiteit heeft hij extra aandacht, extra begeleiding, extra ondersteuning nodig. En dat zorgt ook voor heel wat... wat pijnpunten dat je merkt van mensen niet begrijpen waarom dat ik als ouder mij wel dan toegang toegeef tot bepaalde zones die bijvoorbeeld de ouders niet mogen betreden worden. Of dat Robin bepaalde extra aandacht krijgt. En
dat zijn ook weer al, dat is ook zo een frictiepunt die je merkt bij mensen, dat, omdat ze de achterliggende historiek er niet van kennen. En dat is eigenlijk gewoon allemaal terug te draaien op het feit dat hij er fysiek er niet anders uitziet dan een ander kind, maar wel mentaal een hele grote bagage heeft die hij mee zult en die hij zelf ook niet kan vertellen, want zelf weet Robin niet dat hij epilepsie heeft. Hij kan het ook gewoon niet uitleggen en hij zal zelf geen begrip voor hebben wat dat is. Dat is zo'n beetje ons verhaal, van Robin vooral, niet het mijn, maar vooral Robin zijn verhaal. Dus ik denk dat ik nu terug ga naar Stefanie. Ja, dankjewel Adriaan om zo'n inkijk te geven in jullie leven. Ik heb eigenlijk, ik denk dat het voor heel veel mensen heel herkenbaar is. Ik heb zelf althans een aantal dingen zitten onderstrepen of noteren en dan ook nog onderstrepen die je gezegd hebt. Zoals de constante twijfel, het leven volgens de planning van je zoontje, dat hij geen rem heeft op zijn impulsen, snel moe, er fysiek eigenlijk oké uitzien, maar dat er toch van alles aan de hand is. Dus ik denk dat dat eigenlijk wel voor heel wat ouders die nu aan het meeluisteren zijn, heel herkenbaar is. Je hoeft er niet op te antwoorden, Adriaan, maar we kregen een vraag binnen over of er, en dat is de enige en laatste vraag al naar jou toe, in dit gedeelte, of er een idee is wat de oorzaak is van Robin zijn epilepsie. Mocht je daar niet willen op antwoorden, dan kan dat gerust gezegd worden. Hè? Nee, dat is geen probleem. We hebben van genetisch tot eigenlijk MRI-scans. We hebben eigenlijk heel veel onderzoeken gedaan en tot nu toe weten we niet wat er aan de gang is. Robin is een van die uitzonderingen van de uitzonderingen waarbij er niet kan gediagnosticeerd worden wat de oorzaak is van zijn aanvallen. Wat het moeilijker maakt om ook voor ons toe te gaan kijken naar wat is een handelingsplan voor hem toe naar de toekomst toe. Hoe kunnen we hem beter helpen? We hebben daar momenteel geen antwoorden op. Dus nee, er is geen diagnose op wat exact dat er met hem aan de hand is. Mm-hmm. Oké, okay. Ik kan begrijpen dat dat niet... Dat dat niet makkelijk is, nog voor jullie, nog ook voor de behandelend neuroloog. Dankjewel, Adriaan. Ik denk dat we nu met veel plezier overgaan naar het tweede deel van professor Dr. Anna Jansen. Ik ga haar heel even de tijd laten om haar presentatie te sharen met ons. En dan gaan we ze ook nog heel even op unmute zetten. De unmute is al gebeurd. Nu nog enkel de presentatie. Ik krijg een boodschap. You cannot share while the other participant is sharing. Ah, dus dan moeten wij onze deel unsharen. En nu ga je dat zeker kunnen doen. Ja, ik denk dat ik vertrokken ben. Voilà. En als het goed is, ik ga nog even bevestiging vragen. Zien jullie nu mijn scherm? Ja, goed. Perfect. Met goed. De sneeuw. Goedenavond allemaal. Dank je Stefanie en compagnie voor de uitnodiging. Ik wil heel graag starten met Adriaan te bedanken. Ik denk dat gewoon het allerbelangrijkste stuk is van deze avond. Om met jullie te delen dat epilepsie inderdaad veel meer is dan aanval. En ik denk dat heel duidelijk was ook de twijfel die daarin komt van als we geen oorzaak hebben, wat is dan het aandeel van die mogelijke oorzaak? Als die niet gekend is, dan blijven daar heel veel vraagtekens. Is het de medicatie? Is het zijn karakter? Zijn het de aanvallen? En hoe gaan we daar dan mee om? En hoe proberen we dat dan een plaats te geven en beter te krijgen? Dus dat is waar ik jullie vanavond ga proberen een stukje mee door te nemen. En ik ben ook bijzonder... blij is misschien niet het juiste woord. Ik vind het heel bijzonder ook om deze webinar vanavond ook te kunnen bijwonen op International Epilepsy Day. Ik denk echt dat het heel belangrijk is dat er een internationale dag is voor epilepsie, om te zorgen dat er over gesproken wordt, om stigma te doorbreken, om met elkaar te praten ook, om dingen beter te begrijpen, om verbonden te zijn. Dus ik denk dat dit een belangrijke dag is en ik vind het heel bijzonder dat ik op deze manier daar toe kan bijdragen. Nu, als ik aan mijn praatje begon...
Ik had kort ook met Stefanie afgestemd en inderdaad besloten om een stukje van mijn verhaal vanuit de ervaring rond tuberose sclerose te delen. Maar ik dacht, ja, ik ga toch vooraf eventjes kort terug in de literatuur duiken om te kijken dat ik een beetje een kapstok heb om mijn verhaal te brengen. Dat doe ik meestal als ik een praatje geef om daar ook voor mezelf een soort leermoment van te maken en eventjes terug dingen op te frissen. En dus ik ben eventjes gaan kijken naar epilepsie. Daar is superveel over geschreven. We gaan daarvoor naar wat voor ons de Bijbel is, de Medline of PubMed noemen we dat. Dan ben ik gaan kijken naar epilepsie en comorbiditeiten. Dat is 3% van de artikels, om het zo te zeggen. Als we dan gaan kijken bij kinderen, dan is dat nog een stukje lager. Maar er is wel inderdaad een stuk aandacht dat specifiek gaat naar epilepsie en comorbiditeit bij kinderen. Nu, ik heb dan eventjes gekeken van, goh, waar... Welke zaken geven echt een goed overzicht of een mooie kapstok? En daar heb ik er een heel aantal van gescreend om mezelf een klein beetje te kijken van wat neem ik hier nu uit mee dat ik graag wil delen met jullie. Dus wat heb ik geleerd? Ik heb een aantal dingen geleerd in mijn voorbereidingstijd. Als ik gekeken heb door de literatuur, dan valt het op dat er heel vaak een focus is op één of meer specifieke aandoeningen of epilepsie-syndromen. Dus wanneer we dan gaan kijken naar comorbiditeiten, is het bijvoorbeeld... Ik weet niet of jullie mijn pointer kunnen zien. Ik ga die misschien aanklikken om dat nog duidelijker te maken. Zoiets? Ja, denk ik. Dus bijvoorbeeld, deze gaat over specifiek CDKL5-gerelateerde epilepsie. Of er is een artikel rond neurocognitie en gedrag, heel specifiek in een vorm van kinderepilepsie, het Panayotopoulos-syndroom. Of we gaan kijken naar psychiatrische comorbiditeiten bij een andere genetische vorm van epilepsie, protocadherine-19-varianten. Of nog bijvoorbeeld de comorbiditeiten bij absence-epilepsie. En die toont al direct aan van ja, het is heel moeilijk om een goede vergelijking te maken, net omdat die oorzaken zo uiteenlopend kunnen zijn, van genetisch naar iets waar we niet precies weten wat de juiste onderliggende basis is. Een ander stuk van de literatuur focust vaak ook op één specifieke comorbiditeit, zoals bijvoorbeeld hier ADHD in kinderen met epilepsie. En daar wordt ADHD als comorbiditeit eruit gehaald. Of hier een angststoornis of depressie bij jongeren met epilepsie. Dus opnieuw zoom op één specifieke comorbiditeit. Maar het maakt het moeilijk, omdat er heel vaak niet één, maar verschillende aanwezig zijn. En dan komt direct de vraag naar boven van, ja, hoe zit het dan precies in elkaar en hoe kunnen we dat uitgepuzzeld krijgen? Wat nog duidelijk is, is dat er vaak... er is eigenlijk heel weinig rond aanpak. Dus er is wel veel beschrijvend rond welke dingen kunnen er allemaal voorkomen qua comorbiditeiten. Maar er is eigenlijk niet zo heel veel, zeker niet echt systematisch terug te vinden over hoe gaan we daar nu uiteindelijk mee om. En dat is denk ik een van de belangrijkste aspecten of een van de grootste uitdagingen alleszins. Wat ook heel sterk naar voren kwam in de screen die ik gedaan heb, als ik de literatuur doorzocht, wat me absoluut opviel, is dat er eigenlijk heel weinig focus is of heel weinig aandacht gaat naar ouders, siblings en de bredere context. En dat gaat in twee richtingen. Wat is de impact van de epilepsie bij het kind en ook de comorbiditeiten, andere zaken die bij het kind komen, ook aan bod komen, op ouders, op ouder-kindrelatie, op relatie met broers en zussen, op interactie en kansen op school of op de bredere context. En wat heel weinig terug te vinden is, is wat is de focus van, of wat is de interactie of de weerslag van de context waarin een kind opgroeit en van het gezin waarin die functioneert en van hoe het met de ouders gaat bijvoorbeeld en hoeveel ondersteuning deze ouders hebben of dat die het alleen moeten bredderen of dat die een heel sterk netwerk hebben. Hoe ondersteunend de school is bijvoorbeeld, op de kansen die het kind krijgt en hoe het kind kan ook leren omgaan met die comorbiditeiten. En wat heb ik nog geleerd? En dit is zeker voor mij een van de zaken die heel herkenbaar is en die ook heel erg resoneert in het verhaal vanuit de tuberose sclerose, is dat er heel veel verschillende termen worden gebruikt. En dat het soms ook moeilijk is om met elkaar te praten
omdat we het vaak over andere dingen hebben en dat het niet altijd duidelijk is waarover gaat het nu precies, waarover praten we nu precies. Zoals hier bijvoorbeeld kijken we naar cognitie of begaafdheid en gedrag als comorbiditeiten. Een ander voorbeeldje hier is sociale weerslag of sociale impact. Als we dan gaan kijken, hier gaat het terug op over neurocognitie. Ja, wat betekent dat dan precies? Ander artikel geeft een voorbeeld rond psychiatrische comorbiditeiten. Wat is het nu verschil tussen een neurocognitieve comorbiditeit en een psychiatrische comorbiditeit? En dan hebben we hier bijvoorbeeld nog comorbiditeit op de impact op het schoolse functioneren. Leerproblemen bijvoorbeeld of leerstoornissen. En dus dit is een van voor mij zeker belangrijke zaken waar we mee worstelen, is semantics. Is het spreken van dezelfde taal en is in het vinden van een goede terminologie om dit soort moeilijkheden te duiden. Want als we ze niet goed kunnen duiden, dan is het ook moeilijk om er aandacht voor te vragen. En dan is het nog moeilijker om ermee aan de slag te gaan. En dit is iets waar we zeker binnen de TSC-gemeenschap, dat is iets wat de TSC-community ons heel erg meegegeven heeft, van daar lopen we in vast. Voor ik naar TSC ga springen, wil ik nog heel eventjes een klein beetje proberen om een beetje kapstok te geven. En ik denk dat het verhaal dat we net ook van Adriaan gehoord hebben, daarvoor een stukje ook wel kan ingepast worden. En ik kan me voorstellen, heel veel van de mensen die luisteren, ook voor zichzelf en voor het specifieke parcours van hun kind, ook hier een aantal dingen in kunnen herkennen. Dus we beginnen hier onderaan de fameuze verschillende oorzaken van epilepsie, de grote groepen. Genetische oorzaken, zoals DRAVET bijvoorbeeld, SCN1A-veranderingen of verandering KCNQ2 of protocadherine 19 of IQSEC2 en zo verder. Dus ik ben er zeker van dat er heel veel mensen hier zich kunnen situeren. Er zijn ook structurele afwijkingen in de hersenen. Een hersentumor kan aanleiding geven tot epilepsie en comorbiditeiten bijvoorbeeld. Een kind wat op heel jonge leeftijd een prenataal misschien zelfs een infarct heeft doorgemaakt, kan daardoor epilepsie ontwikkelen en kan ook, afhankelijk van waar die lesie zit, een effect hebben op bepaalde breinvaardigheden. Er zijn kinderen die een immunologisch proces hebben dat aan de basis ligt van hun epilepsie. Wanneer er een infectie wordt doorgemaakt die de hersenen aantast of beschadigt, dat kan zijn tijdens een zwangerschap of soms ook daarna, kan dat ook aanleiding geven tot epilepsie en kan het ook het gevolg hebben op algemeen meer brein functioneren. Een aantal stofwisselingsziekten kunnen aan de basis liggen. En dan, zoals Adriaan daar straks ook vertelde, blijven we zeker met een groep waar we, ondanks de onderzoeken die we nu doen, niet heel goed weten wat er precies de oorzaak is. En dan is het ook moeilijk om te weten welke aandeel die oorzaak net heeft in dit verhaal. Als we dan gaan kijken, dan heeft die oorzaak aan de ene kant een invloed op het ontwikkelen van epilepsie, op epileptische aanvallen. Tegelijkertijd is het heel vaak zo dat het proces dat aan de basis ligt, los van de epilepsie, ook een invloed heeft op het brein. Dat kan zijn en dat kan zich op heel veel verschillende manieren uiten. En daar ga ik straks verder op inzoomen. Laat ons dit de comorbiditeiten noemen. Verkeerde richting. Het is zo dat wanneer er heel frequente aanvallen zijn, of zelfs heel sporadische aanvallen, dat die zorgen voor een enorm impact op het gezinsfunctioneren. Dat hebben we net ook gehoord, de onzekerheid, het zwaard van Damocles, wanneer komt er terug een aanval, heeft sowieso impact op ouders, op eventuele andere siblings. Wat op zich ook een effect heeft op ouder-kindrelatie. Als ouders ongerust zijn omdat er een mogelijk nieuwe aanval gaat komen, als een kind moeilijk gevaar kan inschatten, gaan ouders automatisch ook meer beschermend zijn, hun kind moeilijker kunnen loslaten. En die hele normale, natuurlijke ouder-kindinteractie, die verandert continu in functie van de leeftijd, maar wordt op de proef gesteld en wordt heel erg vertroebeld daardoor. Maakt het veel moeilijker. Wat op zich ook opnieuw een invloed kan hebben op hoe het kind zichzelf en zijn persoonlijkheid vormt. Aanvallen hebben natuurlijk ook een invloed op de bredere omgeving van het kind, zoals school bijvoorbeeld. En hier kunnen we schakelen naar, al is het een voorbeeld van een absence epilepsie op de kinderleeftijd, die op zich
vaak goed gecontroleerd is en reageert op medicijnen, maar dit neemt helemaal niet weg dat er ook op schoolsvlak toch wel bezorgdheden en moeilijkheden kunnen zijn. De aanvallen op zichzelf, en dat hebben we daar straks ook gehoord, zeker wanneer Adriaan vertelde dat er heel veel aanvallen waren, dat zijn zoontje eigenlijk qua mogelijkheden, qua vaardigheden in ontwikkeling ineens 1,5 jaar terugvliegt, dat is een heel duidelijke illustratie van het feit dat niet alleen die onderliggende oorzaak een invloed heeft op hoe het kind functioneert, maar ook de felheid van die aanvallen een heel duidelijke invloed heeft op het algemeen functioneren. En als aanvallen onder controle komen, willen komen, dan zien we inderdaad heel vaak dat er toch wel terug iets van positieve evolutie is. Wat proberen we te doen? Hier aan die onderliggende oorzaak kunnen we vaak niet aan. Heel soms, in sommige gevallen bijvoorbeeld door epilepsiechirurgie, maar heel vaak kunnen we hier niet iets specifiek aan veranderen. Dus een van de weinige zaken die we hebben zijn medicijnen om die aanvallen proberen onder controle te krijgen, om eigenlijk op die manier deze arm te proberen zo goed mogelijk te beperken. Maar de keerzijde van het verhaal is dat heel wat medicijnen op zich ook een invloed kunnen hebben op gedrag bijvoorbeeld, of op concentratievermogen. En dat dan inderdaad terug die twijfel komt van, doen we hier nu beter mee? Hoe zou het nu zijn zonder die medicatie? Hoe zou ons kind zijn als er geen medicatie was? Maar dan komen die aanvallen vaak terug meer naar boven en dan zitten we terug met deze arm die harder doorweegt. Los daarvan is het zo dat al deze comorbiditeiten samen ook een impact hebben op hoe het kind kan functioneren dagelijks in zijn bredere omgeving, buiten het gezin, op school of in zijn leefgroep of dagverblijf of centrum waar die naartoe gaat. Dus ik hoop dat dit een klein beetje handvat geeft ook, of inzicht geeft ook in de manier waarop wij proberen dingen te plaatsen, dingen te kunnen begrijpen en ook om te weten op welke manier we proberen die zo goed mogelijk in evenwicht te houden. Want daar gaat het uiteindelijk over. Een balans, een optimale balans zoeken tussen deze factoren. Het laatste artikel aan het onderste stukje van mijn screen, dat ik daar nog tegenkwam, dacht ik van, nou, deze wil ik ook met jullie nog misschien wel delen. Het is een artikel dat eigenlijk niet enkel de epilepsie op de voorgrond zet, maar eigenlijk heel erg gaat kijken vanuit de oorzaken. En eigenlijk stelt dat alle oorzaken die resulteren in een epilepsie die start op jonge leeftijd, dat het daar eigenlijk over gaat. Dat we daar naar moeten kijken, want dat epilepsie eigenlijk ook een comorbiditeit is van die onderliggende aandoening. Dus eigenlijk op deze manier, om te kijken of ik hem eventjes terug kan, wordt dit centraal geplaatst en wordt epilepsie en alle andere dingen waar we over het gaan hebben als comorbiditeit gezien, als iets wat het gevolg is van of een uiting is van dit onderliggende proces. En ik denk op zich dat dat vaak verhelderend is als we op die manier denken. De epilepsie staat heel vaak op de voorgrond en is voor heel veel mensen de factor die het leven het meest overhoop haalt. Maar heel vaak is dit een uiting van iets wat onderliggend is en dat een veel breder gezicht heeft dan alleen de aanvallen. De volgende stap. Ik ga jullie heel kort meenemen naar de ervaring die ik heb rond comorbiditeiten op de kaart te proberen zetten bij één specifieke zeldzame aandoening die heel frequent gepaard gaat met epilepsie. Het is eentje die we hier kunnen plaatsen. Het is een aandoening die op zich het gevolg is van een verandering in het erfelijk materiaal, in het genetisch materiaal, maar die zowel structureel als door die genetische aandoening een impact kan hebben. Dus hier zien jullie het model. We zitten hier dus in de oorzaak genetica. Wanneer er tubereuze sclerose is, dan zijn er structurele veranderingen in de hersenen. Die hier op deze beeldvorming geïllustreerd zijn, wil zeggen dat die architectuur van de hersenen op bepaalde plaatsen anders is. En dit is iets wat op zich een heel duidelijk voorbeschikkende factor is voor het ontwikkelen van epilepsie. Epilepsie in het TSC komt voor bij ongeveer 85% van de mensen met TSC, dus is heel frequent, maar het is niet altijd aanwezig bij TSC.
En het is zo dat de grote meerderheid van de mensen die epilepsie heeft, van mensen met TSC die epilepsie ontwikkelen, de aanvallen ontwikkelen in de eerste 2 levensjaren. En meeste in het eerste levensjaar. Dus het is heel frequent, de epilepsie, en het start heel vaak heel vroeg. Los daarvan is het ook zo dat wanneer er een verandering is in het erfelijk materiaal bij TSC, dat die eigenlijk in elke cel een specifieke signaalkaskade verandert. En deze verandering in de signaalkaskade in de cellen maakt op zich ook dat iemand meer kans heeft om epilepsie te ontwikkelen. Dus er zijn hier 2 wegen naar epilepsie. Enerzijds langs de structuur en anderzijds eigenlijk rechtstreeks door de verandering in het genetisch materiaal. Dus als we dan gaan kijken, jullie zien mijn piktootje hier niet meer, maar dan komen we dus inderdaad op het brein zelf. Heeft dus invloed ook niet alleen op de epilepsie, maar ook op een hele waaier van aspecten, begaafdheid, gedrag. En wat voor TSC ook heel kenmerkend is, is dat er ook heel vaak veranderingen zijn in andere organen, zoals de longen, het hart en heel frequent ook de nieren. Dus los van de onzekerheid rond die epilepsieaanvallen, kampen mensen met TSC ook met een hele grote onzekerheid rond mogelijke complicaties in andere organen. Wat belangrijk is, en ik denk daarom dat het werk dat we gedaan hebben in TSC, ook al is het een zeldzame aandoening en maar een klein onderdeeltje van alle epilepsieoorzaken, het is zo dat de uiting, het functioneren van mensen met TSC is heel variabel. Er zijn mensen die nauwelijks moeilijkheden ondervinden in het dagelijks leven, een normale opleiding hebben, werken, een gezin hebben, en heel weinig andere specifieke aandoeningen hebben. Anderzijds zijn er mensen ook die epilepsie hebben die bijvoorbeeld als spasme begint op babyleeftijd, die daarna evolueren naar iets wat we Lennox-Gastaut-syndroom noemen, waar er een belangrijke verstandelijke beperking is en mensen eventueel echt heel zorgafhankelijk kunnen zijn. Dus er is een hele brede waaier aan presentaties, waardoor denk ik ook heel veel andere epilepsieverhalen te herkennen zijn in het brede spectrum waar we mee te kampen kunnen krijgen in het geval van TSC. TSC kan gepaard gaan met hele acute complicaties, zoals bijvoorbeeld een verhoogde hersendruk en een nood aan een urgente operatie bijvoorbeeld, of bloedingen in de nieren. Dus dat zijn heel bedreigende factoren, maar als we gaan kijken naar waar mensen dagelijks meestal het ergst door mee geconfronteerd worden, dan is het de epilepsie en dan is het iets wat we uiteindelijk TSC-geassocieerde neuropsychiatrische aandoening of TAND noemen. En of huidletsels ook. Jullie kunnen zien hier dat jullie kunnen zich voorstellen dat dat iets is wat op zich ook een impact kan hebben op zelfbeeld en welbevinden bijvoorbeeld. Nu, wanneer we hebben een project gedaan met de Koning Boudewijn Stichting, eigenlijk om te gaan kijken wat de belangrijkste noden zijn in onderzoek voor epilepsie. Wat voor mij heel bijzonder is geweest aan die oefening is eigenlijk dat het een proces is geweest waar aan de ene kant patiënten en families betrokken waren om hun onderzoeksprioriteit en hun agenda te geven. En dat is hier de bovenkant van het proces. En deze mensen noemen we lived experts. Jullie die luisteren, jullie weten elke dag waarover het gaat. En dan aan de andere kant zijn ook wat we noemen professional experts gevraagd. Mensen aan mijn kant van de tafel om mee te denken over wat denken jullie dat er nodig is in onderzoek rond TSC. Wat heel belangrijk is geweest, is dat er een dialoog geweest is tussen die twee groepen om eigenlijk te expliciteren wat er belangrijk is, maar vooral waarom dingen belangrijk zijn. En om zo eigenlijk elkaar goed te verstaan en te komen tot 1 gemeenschappelijke onderzoeksagenda. En waarom doe ik jullie dit verhaal? Omdat wat er duidelijk naar boven is gekomen, van zowel vanuit de families als vanuit de artsen en onderzoekers, is wat uiteindelijk het allerbelangrijkste was, waar de grootste nood aan was het onderzoek naar hoe alle comorbiditeiten van TSC, de neuropsychiatrische geassocieerde aandoeningen, dus TAND, hoe deze beter te kunnen aanpakken. Nu, waarom hebben we die term TAND verzonnen? Het is eigenlijk iets wat teruggaat tot 2005. En toen is er een soort consensusconferentie geweest en zijn er voor het eerst echt duidelijke richtlijnen geformuleerd over
hoe deze problemen in kaart te brengen. En hier spreken we nog van cognitieve en gedragsproblemen bij TSC. Daar zat een heel gespecifieerde richtlijn bij wanneer zaken moesten nagekeken worden, op welke manier dit kon gebeuren. En de bedoeling is om, of het advies was om eigenlijk een formele multidisciplinaire evaluatie te doen van alle ontwikkelingsdomeinen, dus begaafdheid, motoriek, taal, sociaal-emotioneel functioneren, bij diagnose van de aandoening en op belangrijke transitiemomenten, zoals echt op baby-peuterleeftijd, om eventueel vroeg te kunnen interventie opstarten, instap in kleuteronderwijs, overgang naar lager, middelbaar en naar de volwassen situatie, of op indicatie, wanneer er nieuwe problemen opdoken of wanneer er inderdaad een verandering is in het profiel. Plus, er werd geadviseerd om te screenen naar deze zaken bij elk bezoek aan de arts of minstens toch één keer per jaar. En indien er daar uit die screening bezorgdheden naar boven kwamen, om dan te verwijzen gericht voor een meer doorgedreven evaluatie op indicatie. Nu, dat was 2005. En in 2010, 5 jaar later, is er weliswaar beperkt, dat is één specifieke setting in het Verenigd Koninkrijk, een survey gedaan om te kijken van hoeveel mensen hebben met deze zaken nu te maken en hoe vaak wordt dit in kaart gebracht en hoe vaak wordt er ook echt iets aan gedaan. En daaruit bleek dat bijna 90% van de mensen met TSC ooit in zijn leven of heel frequent te kampen krijgt met een vorm van biopsychosociale moeilijkheden. En dat minder dan 20% daarvoor de gepaste evaluatie, laat staan, behandeling krijgt. Dus dit toont, 5 jaar na het opgeven van de richtlijn en best practice, een enorme, wat we noemen, assessment of evaluatie en treatment of behandelingsspreidstand. Er is een groot verschil tussen hoe frequent het voorkomt en de mate van er naar te kijken en er iets aan te kunnen doen. En dus in 2012, als er een nieuwe consensusconferentie kwam, waar ik toen ook bij was, was eigenlijk de uitdaging, hoe kunnen we er nu voor zorgen dat die richtlijnen, ja, dat daar iets mee gebeurt? We kunnen wel iets publiceren, maar als er in de praktijk geen verschil maakt, dan zijn we niet goed bezig. En een van de zaken, dan hebben we ons de vraag gesteld, hoe komt het dat het in de praktijk zo moeilijk is om dit onder de aandacht te krijgen? Wat ligt daarmee aan de basis? Kunnen we dat beter begrijpen? En een van de zaken die we bedachten is, zoals ik daar straks ook zei, wat we in epilepsie ook zien, die veelheid aan termen. We lazen over verstandelijke beperking, cognitieve problemen, neurocognitieve moeilijkheden, gedragsproblemen, ADHD, autisme, leerachterstand, leerstoornis, alles door elkaar. En dan is de vraag, ja, maar waar gaat het nu precies over? Wie heeft nu wat? En hoe kunnen we dat nu mee omgaan? En als iedereen voor zijn klein stukje aandacht vraagt, dan versnipperen we dat. En op welke manier kunnen we er nu voor zorgen dat al deze dingen onder de aandacht komen? En dus toen hebben we bedacht, en dat is eigenlijk een term die geleend is, of een concept dat geleend is van het AIDS-onderzoek, de HIV-community. AIDS en HIV is iets wat uiteindelijk ook veel meer is dan alleen maar een infectieziekte. En ook daar zijn heel veel comorbiditeiten. En om die op de agenda te krijgen, heeft de HIV-community de term HANT, HIV-associated neuropsychiatric disorders, gecoind. En toen dachten we, misschien kunnen we dat dan veranderen naar TSC-associated neuropsychiatric disorders. Dus TANT. En dus met TANT bedoelen we eigenlijk een paraplu-term, een umbrella-term, die heel veel verschillende niveaus dekt. En dit is voor mij als arts en als opgeleid als neuroloog, als kinderneuroloog, zeker iets geweest wat mij ook in de dagdagelijkse praktijk heel erg geholpen heeft. Om het verschil te kunnen maken tussen die verschillende levels. En aan de ene kant zien we gedrag. Een hele waaier van specifieke gedragskenmerken. En we hebben er daar straks een aantal gehoord, denk ik ook. Temper tantrums bijvoorbeeld, driftbuien kan er zijn, er kan zelfverwondend gedrag zijn, moeite met aandacht, impulsief gedrag en zo verder. Dus een aantal zaken die
gedragsmatig zijn. Belangrijk is ook begaafdheid. Wat is de algemene begaafdheid van een kind? En op welk niveau kunnen we een kind bevragen? We moeten zorgen dat we iemand niet overbevragen, ook niet onderbevragen. En ook wat belangrijk is hier, is het gaat niet alleen over een normale begaafdheid of een beneden of ernstig beneden gemiddelde begaafdheid, maar ook over hoe het profiel van begaafdheid in elkaar zit. Zijn alle vaardigheden ongeveer in dezelfde lijn of zitten daar heel grote discrepanties in? Dan hebben we zoiets als de neuropsychological level of specifieke breinvaardigheden. Die kunnen we in kaart brengen. Daar ga ik sowieso nog eventjes bij stilstaan. En als we al die dingen samenbrengen, geobserveerd gedrag, breinvaardigheden, niveau van begaafdheid, dan kan het soms wel zijn dat we een specifieke psychiatrische stoornis weerhouden. En dan spreken we bijvoorbeeld van autisme of ADHD of een angststoornis of depressie. En zoals jullie in mijn inleiding hebben gezien, zijn dit ook op zich frequente comorbiditeiten bij epilepsie. Maar dit vraagt een specifieke psychiatrische diagnose. Al deze zaken kunnen op zich invloed hebben op het schools functioneren. Maar kinderen met epilepsie en ook kinderen of volwassenen met TAND, met TSC, kunnen specifieke stoornissen hebben in het leren. Dat kan zijn een dyslexie of een dyscalculie of een dysorthografie. Dat is evengoed een optie. Die worden heel vaak niet goed in kaart gebracht. En dan, het allerbelangrijkste is het impact op het psychosociale functioneren. Zelfbeeld, impact op gezin, impact op relaties, impact in brede zin. En dus die onderverdeling laat toe om onder die paraplu eigenlijk heel veel te kunnen nakijken. En het tweede dat we ons toen hebben afgevraagd is, oké, als we deze term nu op deze manier proberen te verduidelijken en zorgen dat iedereen een beetje dezelfde taal spreekt en dat we die levels duidelijk definiëren, zodat we ook weten van waar spreken we nu precies over, in welke level bevinden we ons, hoe gaan we er dan voor zorgen dat mensen daar inderdaad naar kijken? Want er was in 2005 een hele bijlage met mogelijke instrumenten die voor diagnostiek gebruikt kunnen worden gepubliceerd. Maar die werden gewoon niet gebruikt. En vandaar is het idee gegroeid om eigenlijk een soort checklist te ontwikkelen, wat geen diagnostisch instrument is, maar wat eigenlijk mensen kan helpen om op een gestructureerde manier bepaalde dingen in kaart te brengen. En dus die gaat die verschillende levels systematisch bevragen. En het feit van iets aan de hand van een checklist te bevragen, helpt sowieso ook om dingen beter in kaart te brengen. Ik ga heel eventjes door de verschillende levels gaan, zodat jullie iets beter weten ook van, ja, wat wil dat dan precies zeggen? Waar gaat het dan over? Als we spreken over gedrag, dan gaat het over dingen die we gewoon kunnen observeren, die ouders ons vertellen, of die wij bijvoorbeeld tijdens de consultatie ook kunnen observeren. Dus door directe observatie, door vragenlijsten mee te geven aan de ouders of aan de leerkracht of bij adolescenten, soms aan het kind zelf, bepaalde scoren formuleren. In TSC is er een hele waaier, ik ga daar op zich nu niet in detail op ingaan. Begaafdheid of IQ, maar een IQ is niet het enige. Het gaat niet alleen over mogelijkheden, maar ook over aanpassingsvaardigheden. Begaafdheid wordt nagegaan door een aantal gestandardiseerde instrumenten. Dus dat is iets wat in een testsituatie met een psycholoog bekeken wordt. En die is in de normale populatie normaal verdeeld. En bij TSC heeft dat een specifiek, is daar een ander profiel terug te vinden. En opnieuw, die disharmonische profielen zien we ook heel vaak bij TSC. Dus niet alle vaardigheden mooi in dezelfde lijn. Als we gaan kijken naar die neuropsychologische vaardigheden of die specifieke breinvaardigheden, dan hebben we het over zoiets als geheugen, maar ook over iets als planning en organisatie. Iets wat ook bij heel veel kinderen met epilepsie moeilijker loopt. Weten hoe iets te organiseren. Vaak weten ze precies wat ze willen doen, maar ze krijgen het gewoon niet goed georganiseerd. Heel vaak heel moeilijk om daar begrip voor te krijgen en om te weten hoe dit dan aan te pakken en te ondersteunen. Zwakkere aandachtsfuncties, bijvoorbeeld uitvoeren van dubbeltaken, visueel-ruimtelijke vaardigheden, taalvaardigheden, motorische vaardigheden. En daar gebruiken we ook heel specifieke gestandardiseerde tools voor om die in kaart te brengen.
zoals ik daar juist ook zei, voor de psychiatrische stoornissen. Dat zijn echt aandoeningen die gedefinieerd zijn, waar heel specifieke criteria voor bestaan. En die eigenlijk pas weerhouden worden na een combinatie van observaties en gestandardiseerde evaluaties. Er zijn een aantal instrumenten die daarvoor ook gebruikt kunnen worden. Vooraleer we spreken van een diagnose van autisme, ADHD, depressie of angststoornis bijvoorbeeld. Dan gaan we dan kijken naar het schools functioneren. Wat bedoelen we daarmee? Lezen, spellen, schrijven, rekenen. Ook opnieuw, daar zijn gestandardiseerde tools om die vaardigheden in kaart te brengen. En niet alleen om te kijken op welk niveau functioneert een kind schools, maar vooral ook kunnen we begrijpen als er moeilijkheden zijn, of het een achterstand betreft, of dat er echt specifieke vaardigheden verstoord zijn die het leren bemoeilijken en waarvan we uitgaan dat die op lange termijn inderdaad moeilijker zijn. En waar we dus daarna een strategie voor moeten ontwikkelen om hiermee te kunnen omgaan. De laatste level, psychosociaal functioneren, zoals ik daar juist ook zei, heel belangrijk om gewoon goed te kunnen bevragen. Gevoel van eigenwaarde, zelfbeeld, stress in het gezin, siblings, ouder-kindrelatie, relatie tussen ouders en partners, tussen grootouders en ouders bijvoorbeeld ook. Moeilijkheden voor het gezin om contact te leggen met andere mensen, ook impact op relaties met vrienden en familie. Adriaan vertelde daar straks ook dat hij ook minder gaan werken is een periode om de zorg voor Robin gewoon goed te kunnen opvangen en te kunnen ondersteunen. Illustreert heel erg de impact van de epilepsie en op het gezinsfunctioneren, impact op loopbaan ook. Dus zo ziet die checklist er uiteindelijk uit, onderverdeeld in die verschillende levels, dus gedrag, psychiatrische aandoeningen, begaafdheid, leermoeilijkheden, breinvaardigheden, zelfbeeld en heel belangrijk hier, een hulp ook voor ons als arts om samen met gezinnen prioriteiten te stellen. Omdat heel vaak zijn er moeilijkheden in verschillende niveaus aanwezig en de vraag is, ja, waar kunnen we nu beginnen? Wat kunnen we nu eerst proberen in orde te maken? Als we één ding zouden kunnen veranderen, waar zouden we dan voor gaan? En ook dat is iets wat zeker zinvol is om samen te kunnen doen. Dus als we zeggen van, goh, door het benoemen van die paraplu-term en door het ontwikkelen van die checklist, hopen we dat we toch al een klein beetje op weg zijn om die grote spreidstand te dichten, komen we bij het volgende probleem. En dat is iets wat we noemen de treatment paralysis. Dat wil zeggen, als we dan gevonden hebben dat er een moeilijkheid is, wat kunnen we er dan aan doen? En dus heel wat artsen die vertrouwd zijn met TSC hebben het gevoel dat ze niet over de juiste vaardigheden beschikken om dan te evalueren of aan te pakken. En aan de andere kant is het ook zo dat heel wat therapeuten en begeleiders het gevoel hebben dat ze niet voldoende vertrouwd zijn met die aandoening om de juiste evaluaties uit te voeren en een goede begeleiding op te starten. En dus het gevolg is eigenlijk dat families gewoon tussen twee stoelen vallen of tussen wal en schip terechtkomen, omdat de ene verwijst door naar de andere en de andere zegt, ah ja, maar ik kan hier niks mee doen. Anderzijds is het zo dat voor behandeling van ADHD, autisme, angststoornis, epilepsie, daar bestaan richtlijnen voor. Daar is medicatie voor en daar is ook andere aanpak voor. Die is gekend. En het is belangrijk dat die ook gebruikt worden. En het is niet omdat epilepsie op de voorgrond staat of omdat een specifieke aandoening op de voorgrond staat dat we deze zaken niet moeten ook benoemen en ook de juiste handvaten gebruiken om te behandelen. Als we zover waren, dachten, oké, zijn we nu op de juiste weg? Dan hebben we de families terug geraadpleegd en die hebben gezegd, ga, maar iedereen heeft precies een ander profiel. We hebben nu wel die paraplu-term, maar we kunnen ons toch zo moeilijk met elkaar vergelijken, want het verhaal van mijn kind is helemaal iets anders dan het verhaal van jouw kind. En iedereen heeft precies een uniek verhaal. En op welke manier kunnen we er dan voor zorgen dat we toch vooruit gaan? Wat er dan gedaan is, is eigenlijk om te gaan kijken of er een aantal van die zaken in de checklist op een natuurlijke manier samenhoren. Bijvoorbeeld als er een probleem is met repetitief gedrag, hoe groot is dan de kans dat er ook andere problemen voordoen? En kunnen we dat eigenlijk in bepaalde groepen of clusters samen zien komen? En dat is ook zo gebleken. En dat maakt het iets makkelijker om te weten,
in welke categorie van hulpverlening we kunnen starten. Zijn we terug naar de families gegaan? Die zeiden, ah, allemaal goed en wel. Nu hebben we tand, nu hebben we een checklist. Die is al iets eenvoudiger met de clusters. We vullen die checklist elke keer in als we naar het ziekenhuis gaan. Maar die dokters die doen daar niks mee. Er gebeurt nog altijd niks. We weten het nu. We zien dat er een probleem is. Zij zien het ook. En nog gebeurt er altijd niks. Dus ze zeggen, we willen een versie die we zelf kunnen invullen. En die niet alleen zegt welk probleem er is, maar ook hoe erg een probleem is en wat het grootste probleem is dat voor ons kan worden in kaart gebracht. We willen dat we daar gewoon op een smartphone kunnen invullen. En we willen eigenlijk ook een soort toolkit die ons al zelf advies geeft, zodat we niet moeten wachten tot we eindelijk bij een expert terechtkomen die ons dan naar iemand anders doorverwijst die nog altijd niet weet wat te doen. Dus we willen eigenlijk zelf al kunnen starten. En dat is de basis geweest van het tandemproject. Het is een project dat ondertussen een jaar loopt. Dus waar we zeker nog niet aan het einde gekomen zijn. Maar de bedoeling is inderdaad wel om de tandchecklist om te vormen naar een tool die door mensen en families zelf ingevuld kan worden. Die ook gekwantificeerd wordt. Die meet niet alleen is er een comorbiditeit aanwezig, maar hoe erg. We gaan die valideren tegen die expertdata door die uitgebreide evaluaties. De bedoeling is zodat er een toolkit dan ook ontwikkeld wordt waar mensen zelf mee aan de slag kunnen. En los daarvan is het de bedoeling ook om opnieuw awareness te creëren en te zorgen dat meer mensen daar ook mee over praten. Het is een internationaal project met mensen uit heel verschillende hoeken, met heel veel verschillende achtergronden. En dit is de eerste sneak preview naar de app die ondertussen inderdaad ontwikkeld is. Dus de quantified checklist is gemaakt. En het idee is wanneer we hier op een van die clusters terechtkomen, dat we vandaar naar de toolkit kunnen gaan. En daar zijn we momenteel nog mee bezig om die te ontwikkelen. Het hele verhaal rond tand en de checklist kunnen jullie rustig nakijken op de website tandconsortium.org. Geeft een beetje meer achtergrond. En ik denk ook los van TSC dat er vanuit de epilepsie-achtergrond zeker een aantal herkenbare punten zitten. Dus dat zijn de belangrijkste zaken, denk ik, die ik in de verf wou zetten. Een paar dingen die ik nog even wou illustreren bij manier van conclusie. Ik denk dat dit een van de belangrijkste vaststellingen is. En zeker iets wat we niet alleen in TSC tegenkomen, maar ik denk ook heel vaak voor heel veel verschillende epilepsieën het geval is. Dit is een artikel waar men zich afvraagt hoe het nu komt dat wat de grote obstakels zijn om die comorbiditeiten goed in kaart te brengen. Is het een gebrek om aan... waarom worden ze gewoon niet onderzocht? Zoals het hier ook staat, is het een gebrek aan nieuwsgierigheid of aan complete onwetendheid van de artsen? Of allebei? Of is het omdat de artsen geen toegang hebben of niet goed weten wat ze ermee kunnen doen en op welke manier ze mensen kunnen verwijzen of hoe ze het kunnen aanpakken? Dat het niet bevraagd wordt. En dat is zeker een van de belangrijke redenen, denk ik. En ook als laatste factor die naar voren komt, is een gebrek aan communicatie tussen neurologen en psychiaters. Dat is iets wat een historische basis heeft. Vroeger was het één specialisatie. Daarna zijn ze heel erg uit elkaar geëvolueerd. Maar het maakt wel dat wanneer er echt samengewerkt moet worden rond bijvoorbeeld deze comorbiditeiten, dat het vaak echt heel moeilijk is. Maar ik denk in de praktijk dat het heel vaak zo is dat mensen het niet bevragen, omdat wanneer ze vragen hoe zit het nu met die comorbiditeiten, dat artsen gewoon niet weten hoe daarmee om te gaan en welke handvaten families kunnen aangereikt worden. Hier wordt in kaart gebracht van, moet een kinderneuroloog dan eigenlijk ook een rol daarin spelen? Want die houdt zich in eerste lijn bezig met focus op controleren van de aanvallen, medicatie voorschrijven of kijken of er alternatieve behandelingsmogelijkheden zijn. Maar is het dan ook de rol van de kinderneuroloog om te kijken naar die andere aandoeningen, zoals ADHD of handvaten aanreiken voor aanpak van autisme?
de meest frequent voorkomende zaken zijn zeker eerste lijn ook op het bord van de kinderneuroloog. En een kinderneuroloog moet daar normaal zeker mee aan de slag kunnen. En als dat niet zo het geval is, is het belangrijk om te weten wanneer en naar wie door te verwijzen. Dus mijn laatste slide is: aan de ene kant blijft het belangrijk om aandachtig te zijn voor die comorbiditeiten, daarvoor te screenen, te bevragen, dingen in kaart te brengen en als er moeilijkheden zijn, om die dan meer gedetailleerd uit te klaren door een meer formele evaluatie. En de grote uitdaging is, en dat hebben we vanuit de TSC-gemeenschap heel duidelijk meegekregen, screenen en in kaart brengen is één ding, maar er moet daarna ook echt iets mee gebeuren. En dat blijft een hele grote uitdaging voor de artsen in het algemeen, om te kijken dat mensen echt op de juiste plaats goed terechtkomen. En daarmee wil ik jullie bedanken en ben ik aan het einde van mijn praatje gekomen. Ik zie Stefanie heel verwonderd kijken. Maar ik denk dat ik er inderdaad door ben. Oké. Mijn blik was er geen van verwondering. Maar dank u wel voor de zeer interessante toelichting. Ik zelf vind dat model van TSC eigenlijk bijzonder treffend. Ik denk inderdaad dat daarvoor ouders van kinderen met epilepsie, al dan niet medicatieresistent, wel heel veel dingen in te herkennen zijn. En dan denk ik al een beetje vooruit en heb ik zoiets van, maar die app die dan ontwikkeld wordt, ik weet niet of u daar kan op antwoorden, hè, maar is dat dan de bedoeling om dat ook te gaan verbreden naar andere syndromen, naar andere problematieken dan enkel TSC? Want dat zou natuurlijk wel ook voor ouders in de doelgroep van kinderen die kinderen hebben met epilepsie, al dan niet medicatieresistent, zeer nuttig zijn, denk ik. Ja, dat is een hele terechte vraag. Ik denk op zich dat het denkkader met de verschillende levels een kader is dat eigenlijk heel breed gebruikt kan worden. En ik heb het ook een keer gepresenteerd, meer breder voor brede conferentie van kinderneurologen. En daar was ook een heel grote aha-gevoel van, we komen die dingen allemaal wel tegen, maar het helpt inderdaad wel om een beetje een kader daar rond te hebben. Het is zo dat de checklist op zich ook wel momenteel onderzocht wordt om te kijken of die ook de moeilijkheden in andere aandoeningen goed capteert, omdat er heel veel variatie is. En voor specifieke aandoeningen het mogelijk is dat daar toch dingen zijn die niet op de radar zijn, die daar veel belangrijker zijn en die we missen. Dus ik denk dat het belangrijk blijft om altijd wel dat te valideren. Dat is geen heel complex onderzoek, maar wel gewoon goed te kijken van, zijn we zeker dat we alles mee hebben of moeten we voor een bepaalde aandoening nog extra dingen echt wel bij bevragen of in kaart brengen? Er zijn een aantal onderzoeksinitiatieven die daar rond lopen. En op termijn denk ik inderdaad ook dat het zeker zinvol gaat zijn om te zien of deze app ook in een bredere context ingezet kan worden. En omdat heel veel zaken parallel lopen, zoals de hoge frequentie van epilepsie bij TSC en de parallel rond heel veel comorbiditeiten. Wat we heel erg horen nu ook bij de eerste stappen die we zetten rond die toolkit te ontwikkelen, is families ons ook heel erg vertellen hoe belangrijk het is en hoe erg zoeken het vaak is naar duidelijk advies rond zelfzorg, om als ouder gewoon recht te kunnen blijven, om de zorg ook dan te kunnen opnemen. Als je als ouder onderuit gaat, dan wordt het ook gewoon veel moeilijker. Dus ook heel duidelijk een signaal van, maar in die app moeten daar ook dingen rond zitten. We willen eigenlijk ook echt handvaten hebben rond, niet alleen voor het kind en hoe omgaan met het kind, maar heel duidelijk ook handvaten voor ons als ouders. Een heel, heel duidelijk en heel sterk signaal dan naar voren komt. Het is best een uitdaging om te kijken, kunnen we daar dan wel goed aan tegemoet komen? Ja, want dat zal een gigantische toolkit worden dan, denk ik dan. Hè? De bedoeling is echt wel om gewoon echt eerste lijn step-up te zijn, maar wel te kunnen bruggen naar meer professioneel advies in tweede lijn. Maar ik denk inderdaad ook gewoon het gegeven, en dan ga ik heel even overgaan naar een vraag. Er zijn niet zoveel vragen binnengekomen.
Maar het feit, Adriaan heeft dat heel mooi toegelicht, denk ik, in het begin. Het is zo moeilijk als ouder, denk ik, om te beschrijven wat is oorzaak, wat is gevolg, wat is aan elkaar gelinkt, wat niet. Als er een gestructureerd instrument is die je helpt met jezelf te bevragen, met het gedrag van je kind te bevragen enzovoort, dat is al zo'n hulp. Dus ja, allee. Daar blijkt nog maar eens mijn enthousiasme uit, denk ik, over zo'n tool. Ik ga heel even kijken nog in de vragen. Ik denk niet dat er hier direct in zitten, maar ik had... of toch wel, zegt er mij hier iemand. Dan ga ik dat zo dadelijk ophalen. Maar ik heb vandaag nog een vraag gekregen van iemand. Het heeft niks te maken met TSC, maar ik zal heel even kort schetsen waarover het gaat. Het is een persoon die een zoon heeft van 7 jaar oud, die een cognitieve leeftijd heeft van 18 maanden en een autisme-spectrumstoornis. Is een hele tijd aanvalsvrij geweest, dankzij chirurgie, maar nu terug niet meer aanvalsvrij. Krijgt nu nog ketogeen dieet en cannabidiol. En de vraag van de betrokkenen is, dus het kind heeft opnieuw aanvallen, in hoeverre is de frequentie van aanvallen van invloed op de ontwikkeling en het gedrag van mijn kind? Hè? Geen gemakkelijke vraag. Maar daar zit een... volgens mij wel een bezorgdheid in, hè, over als we die aanvallen verder laten doorkomen, in welke mate gaat die impact op gedrag en ontwikkeling mogelijk groter worden. Allee, zo interpreteer ik het, maar ik laat het aan u over. Ik weet niet of het duidelijk is, de vraag. Ik denk het inderdaad wel. Ik denk als er na een lange periode van aanvalsvrijheid terug aanvallen komen, dat zeker een signaal is om toch wel terug te kijken of er opties zijn om de aanval echt goed onder controle te krijgen. Als dat een hele tijd goed gegaan is, dan lijkt me dat eigenlijk wel een belangrijk signaal om samen met het team toch te kijken of het kan. Om op die manier toch die arm tussen de aanvallen en de invloed op, in mijn kapstok, op het algemeen functioneren en op de ontwikkeling te proberen te beperken. En het is altijd te kijken van hoe is die balans ten koste van wat gaat dat natuurlijk. Als dat wil zeggen, terug meer medicijnen moet heel goed gevolgd worden, dat er daar geen nadelen of geen te grote nadelen van zijn. Maar lijkt me wel belangrijk om te exploreren. Zeker als het een hele tijd wel goed gegaan is. Ja, dat zou ik niet opgeven. Ja, oké. Dank u wel. Ik ben ondertussen, er zijn nu wel vragen toegekomen. Als u het oké vindt, dan gaan we nog heel even een paar vragen proberen te beantwoorden. Er is een vraag binnengekomen. Kan epilepsie een rol spelen in het beklijven van handelingen? Dat het niet beklijft en handelingen elke keer opnieuw geleerd moeten worden? Herkenbaar, denk ik. Ja. Het antwoord is zeker ja. De epilepsie kan zeker maken dat het wat we noemen het automatiseren ook van bepaalde vaardigheden, dat gewoon moeilijk verloopt. Maar opnieuw is het belangrijk om daar ook mee in rekening te nemen dat het niet uitgesloten is, dat ook de onderliggende oorzaak, wat de oorzaak is van de epilepsie, tegelijkertijd ook een invloed kan hebben op de vaardigheid om... of om de mogelijkheid om bepaalde vaardigheden echt goed te internaliseren en goed te kunnen automatiseren. Nu, zoals ik zei, omdat we vaak aan die onderliggende oorzaak dat we weinig invloed op kunnen uitoefenen, is de enige arm waar we wel iets op kunnen doen, het zo goed mogelijk controleren van de aanvallen is. En anderzijds ook wel om te kijken dat we het kind zo duidelijk mogelijke handvaten aanreiken om met die automatisatieproblemen om te gaan. En het opvangen van problemen rond automatisatie, daar gaan we echt ook vaak hulpmiddelen voor inschakelen. Zoals het beroep mogen doen op andere instrumenten om de moeite met het automatiseren ergens te kunnen overkomen. Dus als we het niet kunnen oplossen, moeten we proberen te zoeken naar op welke manier kunnen we het eventueel compenseren of het een stukje omzeilen,
zodat het kind daar niet echt helemaal door geremd wordt. Dat is niet altijd zo gemakkelijk, dat geef ik zeker toe. Oké, dankjewel. Moeilijke vraag wellicht om daar zomaar op antwoorden, maar ik zal ze toch stellen. Zijn er tips over psychologen of psychiaters, vermits we het daar toch ook een heel stukje over gehad hebben, die kennis en of ervaring hebben met kinderen met epilepsie-syndromen? Moeilijk om nu wellicht zo'n lijst te geven. Nee, ik heb ook zo'n lijst niet. Dus zou het misschien soms handig zijn om die te hebben. Nee, ik denk, ja, mijn conclusie, hoop ik, ja, heb ik dat ook een beetje geïllustreerd. Ik denk soms dat dat echt een beetje een spreidstand is tussen neurologische aandoeningen en epilepsie, dat dan echt als iets medisch gezien wordt. En dan die comorbiditeiten die vaker voor een groot stuk opgevangen en begeleid en ondersteund worden door iemand als een psycholoog bijvoorbeeld. En ook het hele stukje rond coping en zelfbeeld komt ook vaak bij de psycholoog terecht. En als we dan spreken over de psychiatrische comorbiditeiten zoals autisme, ADHD, dan hebben we af en toe ook echt wel de expertise van een psychiater nodig als dat iets is wat toch een belangrijke invloed heeft. Dus ik denk eigenlijk vooral dat daar het belangrijk is ook voor ouders om zich bewust te zijn van die spreidstand, om het zo te zeggen, en om daar zo, hoe zal ik zeggen, empowered mogelijk in te staan en echt wel langs de twee kanten mee op zoek te gaan of te zeggen van, we hebben daar recht op, ik wil echt wel zoeken naar een goede begeleiding. Het is aan ons dan, denk ik, om te kijken dat een psycholoog niet wegloopt, om te zeggen van, oh, maar dat is epilepsie, dat weet ik niet precies hoe dat ik daarmee moet omgaan, maar om dan duidelijk te zeggen van, ja, nee, het is niet alleen de epilepsie. Waar we u voor vragen is om een psychologische begeleiding te geven of om een begeleiding te geven rond verwerking of rond zelfbeeld of rond cognitieve gedragsvaardigheden bij aandachtsproblemen. We vragen niet specifiek die aanvallen te controleren. Wij vragen om extra ondersteuning en begeleiding van het kind en de ouders in hun traject. En dat zijn verschillende vragen, maar de formulering van die vraag zorgt heel vaak voor verwarring. En zoals ik zei, voor het terechtkomen van families tussen de twee stoelen. Tussen aan de ene kant de artsen en de neurologen aan de ene kant en dan psychologen, psychiaters aan de andere kant. En ik denk net als vandaag, het feit dat de webinar er is, hoop ik dat het gewoon helpt om voor een stukje die divide, die spreidstand te kunnen overbruggen. Want ik denk dat dat heel belangrijk is en heel erg nodig is ook. Maar dus nee, ik heb geen lijst. Het is ook al voor ons vaak een beetje zoeken, komen de mensen bij de juiste persoon terecht? En ik denk dat dat daar een belangrijk signaal is. Het moet klikken, het moet juist zijn, het moet de stijl zijn die u ligt ook. En een belangrijke boodschap is daarom u niet te laten ontmoedigen bij, als het eerste contact of de eerste verwijzing toch niet loopt zoals verwacht. Mensen en parcours evolueren ook. En soms zijn mensen op een bepaald moment voor iets nog niet helemaal klaar, op een ander moment wel. Dus dat moet ook gewoon goed matchen. Dus ik zou ook niet te snel opgeven, al is dat soms makkelijker gezegd dan gedaan, natuurlijk. Ja, inderdaad. We zouden wel heel graag hebben dat we direct iemand vinden waar dat het allemaal mee klikt, maar jammer genoeg. Misschien nog een vraag, die is volgens mij al een stukje beantwoord, helemaal in het begin. Mevrouw vraagt hier, als er regressie opgetreden is na aanvallen, is dat dan definitief of kan de regressie terug opgehaald worden? Ja, nee, ik denk, een klein beetje afhankelijk van wat er aan de basis ligt. Dat blijft dat is iets wat altijd gaat terugkomen. Heel afhankelijk van oorzaak. Wat heeft de epilepsie veroorzaakt en wat heeft de regressie veroorzaakt? Dat is een belangrijke factor. Maar het is zeker zo dat wanneer er echt een heel belangrijke aanvalstorm is, iets dat heel heftig start, wanneer dat gaat liggen en we die onder controle krijgen, dat we heel vaak wel zien dat er terug een evolutie is op vlak van ontwikkeling. En dat zien we niet in één bepaalde oorzaak. Dat zien we als rode draad door heel wat processen, door verschillende vormen van epilepsie in verschillende oorzaken. Dus nee, als er een regressie is, is er zeker mogelijkheid dat er daarna ook wel terug een positieve evolutie komt. Maar wat we heel vaak zien, is dat we niet altijd of niet terug zo snel
echt precies uitkomen waar we vertrokken, waar we waren bij het moment dat de epilepsie de kop op heeft gestoken en dat een kind vaardigheden is beginnen te verliezen. En ik denk dat ja, dat blijft heel, heel moeilijk. Dat blijft heel, heel, heel ja, dubbel, denk ik. Enerzijds denk ik dat ouders gewoon heel blij zijn dat dingen toch wel terug de goede kant uitgaan. En anderzijds blijft er onlosmakelijk ook ja, voor een stuk de rouw om het feit dat het niet meer is zoals het in het begin wel was. Dus ja, maar nee, als de aanvallen onder controle zijn, is er zeker mogelijkheid dat een stukje van die regressie, ja, dat die beweging keert en dat we terug vooruit gaan in ontwikkeling. Ja. Mm-hmm. Oké. Het is misschien een laatste vraag, want het is ondertussen 8:45. Er blijven eigenlijk wel vragen toekomen. Misschien kan ik jullie aanraden om jullie vragen, als jullie er hebben, ze te formuleren aan onze mailbox info@kinderepilepsie.be. En dan kunnen wij zien om die eventueel verder op te volgen. Maar nog een vraag die er eigenlijk een stukje mee samenhangt. Er is hier iemand die vraagt, kan ASS en ADD, kunnen dat op zich ook comorbiditeiten zijn van epilepsie en of medicatie? En kunnen die dan ook verdwijnen als de epilepsie verbetert en de medicatie afgebouwd wordt? Goeie vraag. Meestal is het zo dat we ervan uitgaan dat wanneer we echt spreken van ADHD of van ASS, dat noemen we echt een ontwikkelingsstoornis. Dus als dat er is, verwachten we ook dat er ook op lange termijn zal blijven. En we verwachten op zich niet dat wanneer de aanvallen beter onder controle komen of medicatie verandert, dat dan iets als ADHD of autisme echt weg gaat gaan. En ik denk ook dat ADHD en autisme daarom meer gelinkt zijn aan het onderliggende proces dan echt alleen maar aan de epilepsie en de invloed van de aanval in het kapstokschema. Wat voor mij een heel belangrijke boodschap is om zaken zoals ADHD en ASS bij kinderen met epilepsie, als die er echt zijn, en dan wil ik zeggen, het moet zorgvuldig in kaart gebracht worden, maar als het er echt is, is het belangrijk om het apart en als dusdanig ook te benoemen, omdat het wil zeggen dat het apart en als dusdanig aangepakt en behandeld kan worden. Een kind met epilepsie en ADHD heeft evenveel en even goed baat bij een aanpak van ADHD met psycho-educatie en met eventueel ook medicatie, en dat is geen contra-indicatie, zoals een kind dat ADHD heeft zonder epilepsie. En het is zeker meer challenging om te weten van, is de aandacht nu een probleem omdat er epilepsie en aanvallen is of medicatie, of spreken we echt van ADHD? Dat moet echt goed bekeken worden. Het is soms inderdaad moeilijk om dat goed uit te zoeken. Maar er zijn zeker kinderen die een en-en-verhaal hebben en die absoluut baat hebben dat het niet ondergesneeuwd blijft in epilepsie, maar dat het ook bekeken wordt en benoemd wordt. En autisme is ook zo. Bij TSC is er een duidelijk ook hogere kans op autisme. En onze ervaring is dat vaak gewoon, als er moeilijkheden zijn, zoals repetitief gedrag of doordram of heel veel moeite met veranderingen of echt nood aan structuur, dan wordt er gewoon gezegd van ja, maar dat kind heeft TSC, dat hoort daar gewoon bij. Dat is de TSC, je kunt daar niks aan doen. En dan zeggen we van, ja nee, als we hier alles goed bij elkaar brengen, we gaan alles in kaart brengen, we gaan goed kijken, dan hebben we voldoende criteria om echt te spreken van autisme. Er is TSC, maar er is ook autisme. En dan is het echt belangrijk om zowel thuis als op school, als in de omgeving van het kind, te werken vanuit een denken rond, ja, hoe gaan we dan om met iemand die autisme zou hebben, omdat dat vaak op die manier wel tegemoet komt en een kind ook toelaat om zijn potentieel gewoon veel beter te kunnen ontwikkelen. Dus het is belangrijk om die comorbiditeiten zorgvuldig in kaart te brengen, maar als ze er zijn, om ze ook te benoemen, niet om een extra etiketje te zetten van, ah, nu heeft mijn kind nog iets, nee. Maar vooral om te kijken, wat is een mogelijke beste aanpak? Om te kijken dat die zo goed mogelijk zijn weg kan vinden. Oké. Okay. Ik denk dat dat een mooie afsluiter is voor het webinar. Dat we die comorbiditeiten moeten bekijken en benoemen. Om eventueel naar oplossingen toe te werken. Zoals gezegd, mensen die nog vragen zouden hebben, stuur ze naar ons op, info@kinderepilepsie.be. Ik kijk ook even hier naar de persoon bij mij aanwezig.
de vragen die we hebben binnengekregen en die niet beantwoord zijn geraakt, ik veronderstel dat wij daar een trace van hebben. Oké, dan kunnen wij die ook, dus bij deze bevestigd, dan kunnen wij die ook nog bekijken en eventueel een antwoord formuleren. Ik wil jullie beiden, dokter Jansen en Adriaan, heel hartelijk bedanken. Ik denk dat het een zeer interessant webinar was, zowel door de persoonlijke ervaring van Adriaan als aangevuld met die zeer duidelijke presentatie van dokter Jansen. En ik wil ook nog de ontzettend talrijke deelnemers aan dit webinar bedanken. Op een gegeven moment waren er 450 mensen aan het luisteren, wat toch een gigantisch groot publiek is. Dus ook aan jullie heel hartelijk dank. Zoals gezegd, de opname zal beschikbaar gesteld worden van dit webinar. Over, ja, hangt er een beetje vanaf hoe snel we daar tijd kunnen voor vrijmaken. Het zal gebeuren via social media, website en onze newsletter. En wij zijn ondertussen ook aan volgende activiteiten aan het werken. En wij zullen dat wel heel binnenkort bekendmaken. Dus hou ons in het oog. Heel hartelijk dank aan jullie en nog een heel fijne avond. Dank jullie wel. Dag.